leuk gaat. Je had vroeger echt... Voor deze ene keer... Oh, Superman ken. Ja. Dat is waar. Heerlijk. Helemaal mooi. Ondertussen. Wacht van zo'n warme dag. Met lijm. Lekkere aardbeien. Kijk, het voelt gek, hè? Het is een lange nacht, jongens. Een hele goeie. Goedemorgen. Nou, we proberen deze nieuwe vlog. Waar zijn de? Bengaas familie vloggers. Vandaag is weer een nieuwe dag, maar ik ben het ook kwijt. Welke dag is het eigenlijk? Donderdag. Nou, heel veel plezier gewenst. En kijk vandaag weer gezellig bij ons. Nee. Ja, daar heb ik wel een jongen. Op de fiets, dan zo. Huh? Onder in de carport? Gaat al die... Oeh, vol. Dag kids. Dag. Ondertussen zijn de kinderen lekker op school. En zoals jullie van de vorige vlogs weten, zijn we dus op zoek naar een bank. Omdat de woonkamer nu helemaal leeg is en we een nieuwe bank willen. Benno die komt als het goed is vandaag, eind van de middag hopen we, nog even terug. Want de vloer moet nog uitgepoetst worden. Vandaar dat alle meubels nog niet in de woonkamer staan. Dat wil je straks even laten zien. En ook dan de gang doen en de andere kamers voor zover het lukt. Anders komt hij weer een ander keertje terug. Het is toch best wel een hele pittige klus om alles helemaal mooi strak weer te krijgen. Maar in ieder geval, ik ben dus nog steeds op zoek naar een bank. Want het is toch lastig. Via internet heb ik wel een hele mooie bank gezien. En het echt is natuurlijk anders als dat je het op een plaatje ziet. Dan al helemaal als je het in de ruimte ziet. Dus ik vind het nog lastig. Als ik die bank zou bestellen, dan is het echt een gok. In de hoop dat die goed is. Maar goed, het is dat niet zomaar even... Een kledingstuk wat je op de gok meeneemt, het meteen een hele grote bank. Dus ja, dat is dan wel even een risicovol gokje, zeg maar. Dus ik zat nu te kijken van, zijn er ook woonboulevards waar we heen kunnen? Met winkels die banken hebben. Dus ik heb hier nu een website. En ik zit nu dus te kijken van, ik ga eerst maar even kijken op de website of ze überhaupt een bank hebben die ik in mijn hoofd heb. Want anders dan heeft het niet zoveel zin om erheen te gaan, want... De bank die ik in mijn hoofd heb is gewoon... Het is een grotere bank dan gemiddeld, jongens. En je ziet gewoon heel veel gemiddelde banken. Wat ik ook wel snap, want dat wordt natuurlijk het meest verkocht. Maar ja, we hebben toch een hele grote huiskamer... waar ik een lekkere plofbank op wil hebben. Die toch een slagje groter is dan de bank die we nu hadden. En de bank die we nu hadden, dat zie je wel heel veel. Maar die ik online heb gezien... zie ik niet zozeer in heel veel andere winkels, zeg maar. Die fysiek zijn, fysieke winkels. Of dan zijn ze net te klein, net te kort. Of net, ja, dan hebben we toch een 4 meter lange wand waarin een bank kan staan. Dus een bank kan sowieso 4 meter lang zijn. En het zijn niet allemaal de banken zoals ik ze graag wil. We wonen hier nu al 2,5 jaar. En op het moment dat we hier kwamen wonen, hebben we niet echt iets gedaan aan de nieuwe soort meubels of zo. Ik bedoel, een verhuizing op zich is al een hele kostenpost. Dus toen we hierin kwamen, hebben we wel... ons eigen gemaakt, maar echt zoals een hele nieuwe bank en dat soort dingen was voor ons toen net even iets te ver, ook om alles te regelen en te doen, want je moet ook een heel huis uitpakken. Dus dat hadden we zoiets van, nou, dat komt wel later, als we lekker gezetteld zijn en gedaan. Nou, nu 2,5 jaar later begint het dus bij mij te kriebelen om dus de woonkamer aan te pakken. Maar ja, dan wil ik dan wel meteen de bank die ik in mijn hoofd heb, zeg maar. En dit zijn, kijk, ik kan me even laten zien. Ik zit nou op deze website bijvoorbeeld. Maar al deze banken is gewoon niet wat ik in mijn hoofd heb. Pagina 8 ben ik nu alweer. Kijk, ook deze banken. Nee, het is niet wat ik bedoel. Dit is een beetje een plaatje van de bank die ik dus op het oog heb. Ik kan het niet heel goed zien, maar zo'n grote bank. Maar die zie je dus niet heel veel, alleen maar online. Voordat wij naar een woonboulevard gaan en ik op voorhand al weet dat ze toch niet zo'n bank hebben, ga ik eerst even al die winkels af, die hier in de buurt zijn, om op hun website te kijken wat voor banken ze in het assortiment hebben, want dan gaan we er niet voor niks heen. En als er dan een mooie bank staat, dan kunnen we er misschien heen om te kijken. Maar tot nu toe heb ik dat dus nog niet gevonden. Dus het is nog even afwachten, jongens. Wat voor een bank. De komende tijd hebben we in ieder geval nog geen bank in huis. Er zit namelijk ook weer een levertijd op. Ik heb nu wel even de rust en de tijd zonder de kinderen om me heen. Om even rustig te concentreren op al die websites afzoeken. Om ergens een bank te vinden die we wellicht kunnen bekijken in het echt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik bang ben dat het er überhaupt is. Maar goed, en anders wordt het toch een gokje. Tja, soms moet je een risicootje nemen, jongens. Nou, we hebben de hele ochtend samen lekker veel belletjes
kunnen plegen, want ik heb natuurlijk weer een telefoon. En varen zegt, kom even eten, want het is tijd voor een lekker... Betrapt. Vissie. Een lekker makreeltje. Ik was aan het snijden, maar... Ja, ik betrap er weer. Ik had te veel zin in om mijn hapje te geven. Nou, we hebben dus niet veel gevlogd, want we hebben alleen maar samen zitten bellen. Leuke dingen zitten plannen met de agenda. Mijn iPhone heb ik weer terug, dus ik had ook weer allemaal afspraken nog weer in de agenda gezet. Die we anders zouden vergeten. Maar we gaan eerst even lekker. Sorry, ik wil graag maar makreeltje eten. Nou jongens, we hebben het visje lekker op. En ik ga nu weer even mijn schoenen aandoen. De hele ochtend waren we druk bezig geweest achter de laptop. Daniel met allemaal belletjes en dingetjes regelen. Met name ook weer voor die bank. Oh jongens, dat is toch nog een gedoe. Wel goed hoor, want het is natuurlijk wel veilig. Dat je niet zomaar opnieuw bij je bankgegevens kan met inloggen en zo. En ja, ik vertel zo meteen in de auto wel verder. Want ik ga nu even boodschappen doen. Tenminste, nog heel even snel boodschappen doen. Voordat ik zo meteen ook Lusjes weer ga ophalen van het kinderdagverblijf. Ik denk namelijk wel dat hij een klein beetje moe is. Dat is hij vaak wel aan het einde van, het einde van zijn kinderdagverblijf. En we merken nu ook dat hij daar niet meer zoveel slaapt. Dus dat hij zijn slaapjes over begint te slaan. Wat best wel goed is. Normaal gesproken deed hij nog 2 slaapjes. En nu doet hij er nog maar 1. Even kijken. Alles aan het doen. Boodschappentassen mee. Neem eens even de boodschappentassen mee. Om meteen even de boodschappen te doen. Daniel die zit hier weer te werken. Dag. Goed werk, tot zo hè. En ik heb even de iPhone mee. Filmen we nog? Dat kan ik niet zien, want ik film met de buitencamera. Want de kwaliteit van het beeld is beter. Maar via de spiegel kan ik het zien. Ja, dat lipje zit er nu voor. Dat zwarte lipje. Niet altijd. Oké, we kunnen achter zien. Ja, dat ijzeren lipje. Dat magneetlipje. Zie je die? Ja, zo. Ja, omhoog. Ja, omhoog. Dit is je lens. Nee, zegt ze. Zie je dit niet? Ja, vaak wel. Dus zijn we maar in ieder geval, ik ga even Lusjes ophalen. Ja, eerst even denk ik de boodschappen doen. En dan naar Lusje ophalen, voordat straks ook Benno weer komt. Om de vloeren, kijk dus eventjes nog de kamer. De vloeren uit te poetsen. Ik weet niet of je het nu goed kan zien, maar je ziet nog een beetje van die strepen. Je kon dan hier wat beter zien. Kijk, hier zie je dat nog. Dus die gaat hij nog even uitpoetsen. En de keuken moet nog gedaan worden en die gang. Hier zie je het verschil. Dit is al gedaan en dit moet nog. Dus, maar goed, dat is voor straks. Eerst gaan we even Lusjes ophalen en boodschappen doen. En hier was mijn autosleutel. We zien nog in de deur. Het is een auto. Super warm, opeens weer in de auto. Vanochtend was het nog fris. Maar later op de dag wordt het toch wel weer lekker. Maar in ieder geval even te updaten over de status van het hele gebeuren van de bankpas van Daniel. En niet de bankpas met internetbankieren, omdat zijn telefoon dus kapot was. Niet meer te maken was. Dan ben ik weer. Ik heb even een half hoofd, jongens. Maar goed, dan kan ik in ieder geval wel vast rijden. Want anders dan ben ik net niet op tijd, zeg maar. Nu ben ik net wel op tijd, als het goed is. Maar en Daniel zijn internetbankier-app zat dus op zijn vorige telefoon. En die is dus kapot. En die was niet meer te maken. Was gebeurd op vakantie. Maar die internetbankier-app die zit dus niet op zijn nieuwe telefoon. We hebben gelukkig via verzekering of garantie zoiets... nieuwe telefoon gekregen. Daniel dan, nieuwe telefoon. Alleen daar zetten allemaal helemaal geen apps op en niks meer op. Dus al die apps moesten weer opnieuw gedownload worden. En dan moet je weer opnieuw codes invoeren. Noem maar allemaal op. Maar dat is niet zomaar van de een op de andere dag gedaan. En wij kunnen dus nog steeds niet internetbankieren. Dus geld overmaken naar onze eigen doorlopende rekening. Nou gelukkig, wat ik jullie ook al heb verteld, heeft op een wonderbaarlijke wijze op vakantie... deed touchscreen het één fractie van een seconde, deed hij het nog. Wij geloven dan dat dat toch een beetje geleid is van boven, jongens. Oh, kijk, de zon staat er zelfs bij. Dat we nog heel even op de touchscreen konden. Toen heeft Daniel, toen hij merkte dat touchscreen het deed, heeft hij nog op vakantie supersnel een bedrag overgemaakt naar onze doorlopende rekening. Waardoor we op vakantie gewoon verder konden en daar gewoon boodschappen konden doen en nou, noem maar op. Gewoon geld zeg maar voor dingen te kunnen doen, goed te kunnen pinnen. Had hij toen nog overgemaakt met de zekerheid wat groter bedrag. En dat is maar goed ook, want tot op de dag van vandaag konden we dus nog steeds niet op onze doorlopende rekening. En dat zegt maar weer hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van zo'n rekening, van de bank eigenlijk. Want ja, we konden daarna dus niet meer bij ons geld. Nou, gelukkig hadden we een wat groter bedrag overgemaakt, waardoor we nu nog steeds mee uitzingen, zeg maar. Alleen ja,
ik wil nou dus heel graag die banken online kopen en die meubels online kopen. Maar zelfs voor online betalingen kunnen wij niet zonder die app. Want we kunnen niet internetbankieren. Daarmee kan ik dus ook nog steeds niet de bank betalen en bestellen. Waardoor dus eigenlijk het nog langer duurt voordat we normaal weer kunnen zitten in onze woonkamer. Dat is simpelweg de bank die ik nu dan dus wel heb uitgezocht. Na heel wat onderzoek, jongens. Ik hoop echt, kruis vingers, dat dit de goede keuze is. Maar deze bank kan ik dus nog niet kopen. Omdat ik gewoon simpelweg, kunnen we het geld nog niet overmaken. We hebben het wel, maar we kunnen het niet overmaken. Hoe bizar is dat? Dus, Daniel vandaag weer bezig geweest met de banken te bellen. En dan moet je weer verifiëren en dan moet je weer wachten. En dan moeten er weer controles door. Dan moet je weer papieren inleveren. En dat is nou wel heel goed dat dat er is. Begrijp ons niet verkeerd. Het is heel goed dat dat er is, want het moet natuurlijk wel veilig zijn allemaal. Maar het geeft je wel een heel afhankelijk gevoel van de bank natuurlijk. Maar ja, dat resulteert in dat ik nog steeds niet die bank, de bank om op te zitten kan betalen. Dus nog niet kan bestellen. En dat is allemaal een beetje duurd. En dat is dus even wat we vanochtend allemaal hebben gedaan. Heb ik het daar even over bijgepraat. Hopelijk kunnen we komende dagen wel bij ons geld. En kunnen we gewoon wel weer normaal dingen betalen. Wat gaan we doen? Oké, we gaan daarheen. Dus ja. Maar goed, ik kan in ieder geval dus wel boodschappen doen. Want we hebben op de doorlopende rekening. Op de doorlopende rekening met de pinpas hadden we wel gewoon een bedrag neergezet. En daar kan ik gewoon mee pinnen natuurlijk. Want dat staat gewoon op de rekening. Ik hoef alleen maar gewoon te pinnen. Dus dat ga ik nu heel even doen. Voordat ik zo meteen ook Lucius weg ophalen. En ik weet niet of hij trekt om nog met mij te gaan boodschappen doen. Dan valt hij misschien in slaap in het boodschappenwagentje. En dat wil ik nou weer ook niet voor hem. Leuk gehad? Ja. Lekker gespeeld? Goed zo, jongen. Ja. En goed geholpen boodschapjes te halen. Ja, toppie. Gedaan. Nou, mooi. Wat had je al? Ja. Ja. Klopt. Nou, welkom thuis, vriend. Help ik mama even de tassen naar binnen sjouwen. Dat heb je allemaal in het SNV-busje meegenomen. Iemand nog weet wat dat is. Onze leeftijd weet nog wel wat het is, denk ik. Maar dan ben jij de SRV-vrouw. Tegenwoordig weet het niet meer. De SRV-wagen, jongens. Wie kent die tijd nog? Ja. Ik weet nog dat mijn moeder bij de SRV-wagen spullen kocht. Oma ook. Toen was ik een jaar of 4, 5, denk ik. Ja, onze kraamhulp Ina Prins, die had vroeger ook een SRV-wagen. Die had vroeger een SRV-wagen. Nou jongens, raad maar. Wat is een SRV-wagen? SRV-wagen. Nou, ik help meetillen, want de bolderkar is gesneuveld. Dus dan gaan we het even van ouds. Lekker tellen. Lucius die heeft nu heel veel plek om lekker te spelen in de woonkamer. Er staat helemaal niks in de woonkamer nu, jongens. Alles staat nog steeds buiten, de inboedel. En als het goed is, wordt vandaag alles weer normaal. In ieder geval, zonder de bank dan. Maar gaan we alles weer terugzetten. Benno die komt als het goed is vanmiddag. En dan komt hij weer helpen alles uitpoetsen. En dan gaan we ook alle meubels weer terugzetten op de vloer. En dan is dat ook allemaal weer netjes teruggezet. Want het is nu gewoon nog even een beetje een bende, zoals jullie zien. Maar dat is niet erg. Alles voor weer de schone vloer. Dus dat wel weer mooi opgelost. En jouw auto ook, jongen. Ja. Als jullie denken, waarom rijdt hij nooit in deze auto? Dat komt omdat dit is de auto van Luan zijn videoclip van Duimpje Omhoog. Die toen opnam. Het was zijn allereerste videoclip. Toen was hij 7. En toen had hij deze voor zijn videoclip. Maar die accu is leeg. En die is kapot. Die krijg je niet meer opgeladen. Dus vandaar dat hij niet meer in die auto kon rijden. Wat natuurlijk wel super jammer is. Want dat had hij wel heel leuk gevonden. Hij heeft nog wel een paar keer gereden toen hij hier woonde. Dat hij in huis lekker heeft gereden. Ja. Maar nu is hij echt helemaal kapot. En we krijgen hem ook niet meer aan de praat. Dus tot nu toe is het gewoon een showmodelletje, zeg maar. Een item van de videoclip van Luan. Daarom kunnen we hem ook niet wegdoen. Het is wel een soort emotionele waarde, zeg maar. Dat de Bentley uit de videoclip van Luan zijn eerste liedje is. Maar hij vindt het ook gewoon leuk om er zo mee te spelen, jongen. Nou, wat moet ik zeggen, joh, van het weer? Ik dacht, de herfst is gekomen, maar dit is nog wel echt ontzettend lekker. Ik zit hier en ik denk, nou, het is alsof het nog zomer is. Ik heb wel natuurlijk wel weer lange broeken aangedaan vanochtend. Als je dan 's ochtends naar buiten gaat, is het wel fris. Kinderen ook weer gewoon jas aan. Maar nu is het wel weer echt super lekker met het zonnetje. Als de wolkjes er niet voor zitten. Als we zo even naar de zon kijken.
goed, Lucius heeft in ieder geval wel geslapen op het kinderdagverblijf. Nu was hij dus wel in slaap gevallen. Hij heeft niet helemaal zijn slaapje uit, want toen ik binnenkwam was hij net in slaap gevallen. Ja, en hij werd weer wakker toen ik binnenkwam. En gelukkig had ik de boodschap al gedaan, dus kon ik hem zo lekker mee naar huis nemen. Ik moet trouwens nog wel even de boodschappen inruimen, misschien dat ik denk. Ik had net eerst heel even Lucius gedaan. Hij moest naar de wc. Hij zegt trouwens heel goed dat hij naar de wc moet. Ook op het kinderdagverblijf geeft hij heel goed aan dat hij naar de wc moet. En dat gaat allemaal super goed. Dus ik was even met hem naar de wc en dan vergeet ik gewoon die boodschappen. Dus ik moet hem nog wel even inpakken. Er zaten niet echt diepvriesdingen bij. Wat is er, jongen? Wat doe je dan? Doet doet. Maar ik ga eerst eens eventjes die boodschappen uitpakken voordat ik het weer vergeet. Echt iets waar ik niet heel veel zin in heb. Maar ja, dan is er wel weer lekker de koelkast gevuld. En daar heb ik dan wel weer zin in. Ik had toen straks al de hele koelkast uitgesopt met een sopje. Uitgepakt en weer netjes gemaakt. Kijk, de binnenkant is weer helemaal, ja, wel leeg dus. Wel leeg, maar wel weer schoon. Hier zit nog kippen in. Hadden we nog van gisteren over, van Nico. Kunnen we misschien straks ook wel lekker opeten. We hebben dus straks ook al die vis op bij onze lunch. Maar voor nu ga ik eerst even de boodschappen uitpakken die hier nog in de tassen liggen. Nou, sinds mijn telefoon weer terug tot leven is. Hij haalt nog steeds allemaal informatie binnen. En ik heb zoveel gemiste berichten, om precies te zijn. Zal ik eens kijken of ik het hier kan zien? Heb ik. Kijk hoor. Nou, dat kan je niet zien, maar echt een hele rits. Aan alleen maar gemiste WhatsApp-berichten. Van de afgelopen weken. Dus... Ja, ik ga er zo meteen wel een eind aan draaien. Want vooral als Benno zo meteen komt, wil ik weer even vol gas nog helpen de vloer uitpoenen. Dat de meubels vandaag weer terug gaan kunnen. En dan morgen maar weer verder. Want we lopen inderdaad tegen veel beveiligingen aan. Dat het weer best wat moeite kost om ook de bank weer op de iPhones te krijgen. Maar komt goed. Ik had net weer gebeld met het hoofdkantoor en ze zouden een oplossing gaan bedenken. Dus fingers crossed. Nou, kortom, ik maak het hier even af. En dan hopelijk komt Benno snel vanuit zijn klus hier nog weer heen. Om hier de vloer te kunnen gaan uitpoetsen. En de meubels terug te tillen. Nou, Lucius die heeft deze twee gepakt. En die gaf hij aan mij in mijn hand. En wilde samen poetsen. Hé, jongen, kijk. Nou hebben we overal plek om met de stoffer te poetsen. Vindt hij mooi, hè? Van die hele muur precies alleen dat schilderij moet raken, dat fotolijstje. Komt ie, hè? Oh. Oeh. Oeh. 1, 2. Oeh. Oeh, mooie ballen, jongen. Hoep. Papa. Zo mooi, hoor. Zo. Oeh. Oeh. Met dat handje in zijn zak. Kijk dan. Zaalvoetbal, ja. In de woonkamer. Goed zo, jongen. Is lekker dit, hè? Schoppen, jongen. Schop hem. Met papa de poortje. Ja! Beetje spijt? Ja. De poortje. Oeh. Pak de bal, jongen. En... Oeh. Oh, papa. Oh, papa. Dit mag normaal gesproken niet, hè? Hé? Laten we mijn meubels aan doen. Nee. Harder. Een kleine fase. Ja. 1, 2, schop maar.
Ja, met papieren poortje. En? Toe maar. Superman, Superman. Ja, hij heeft een hele leuke shirt op zich. Kijk, Liesjes, wat staat hier? Of ik Superman ken, je bedoelt gewoon mijn papa. Oh, vriendje. Ja. Oh. Nou, wat een leuk shirtje. Nee, ja. Hey, heb je dit nog nooit gezien? Die heeft hij al een tijd. Heel leuk. Goed zo. Nou papa, dat wordt straks langs de zijkant staan van het voetbalveld. Cristiano Ronaldo. Ja. Hij heeft het niet van ons in ieder geval, het voetballen. Hij heeft het van mijn opa. Hij heeft het opa was even. Opa? Opa, ja, hij was voetballen. Nee, opa de voetballer? Ja, nou, dan moet je even vragen aan opa. Nooitjes, maar dat was in de jaren 60. Ja. Lucius, wat hoor je? Jachten! Is dat een helikopter? Daar zwaai. Hoog in de wolken wil ik wezen. Hoog in de wolken wil ik zijn. Helikopter, helikopter, waar breng je mij? Zwaaien, vriend. Is dat de buurman in de helikopter? Ja. Ja, dat is de buurman in zijn helikopter. Nou. Kijk, daar gaat hij hoor. Jongen. Dat is handig. Ja, jongen. Vertel aan mama, wat zag je net? Hij zag dat de buurman in de helikopter. De buurman? Ja, die heeft daar ergens zo'n kasteel hier, las ik. Nee, de ja, ja, nou, een kasteel hier. De buurman van de buurman. Ja, een paar dorpen verderop, maar die heeft een helikopter bij zijn kasteeltje. Oh, leuk, hè, Liesjes? Ja, misschien gaat Liesjes later ook wel. Oh, geef hem mama. Dank. Een bandje van Luxie, denk ik. Nou, jullie gaan lekker bakfietsen. Ja, we gaan met kan papa nog even de laatste bonnetjes voor de boekhouder uitprinten? Ja. De printer die doet het hopelijk ook weer. Tot zo, Liesjes. Dag, helikopterpiloot. Dag, Superman. Ja, jongen. Naar Silla? Ja. Diepo. Ja, aan de andere kant. Waar? Nou, gaan we Silla Luxie nu aan de balen? Ja. Ja? Waar? Toppie. Waar? Ja. Hoppatee. Jij het kastje van het hek? Ja. Welkom terug. Ik wil één ding zeggen. Mag ik heel klein beetje iets zeggen? Ja, natuurlijk mag je zeggen. Ik wil echt een soort ootje doen naar de man van de weergewacht die me net geholpen heeft. Echt waar. Dus ik heb hem gezegd dat je hier ging en hij ging kijken. Dus meneer van de weergewacht, dankjewel. Hij had met de verzendingsbak vertraagd. Heet hij niet meer. Ja, dat heet niet meer. Maar nu dus, wel. Zijn er weer van gas geven. Super. Fijn dat je er bent. Eerst koffie en boenen. Nou, en boenen, nou. Even wrijven. Koffie pruttelt, maar hij is zo van de vorige opdracht helemaal hierheen gesjeest. Met geen eten in de buik. Het heeft wel eventjes liggen rijpen in de koeken. Kijk eens. Ik ga een hengeltje uitgooien. Van Nico. Mans. Voor onze Benno. Lekker ingezond. Dat is de grootste kibbeling die hij heeft. Ja, dat is een lekker bekje. Speciaal voor jou gebakken, omdat je zo'n drukke dag hebt gehad. En nog niet had gegeten door de wegenwachtvertraging. Nee. Wacht zo nog even met de boetmachine, zeg ik. Eet smakelijk. Dankjewel. Nico, bedankt. Met ook een lekker bakje. Koffie. Lekker. Fijn dat je er weer bent, hè? Ja. Eet smakelijk. Doei, doei. Die zijn daar weer thuis. Luan, Lucilla, Luxie en Luan. Hey, jongen. Luan was vanochtend op de fiets. Ja. En Lucilla die was niet op de fiets, dus die zit lekker in de bakfiets. Hè? Was het leuk op school? Ja. Nou, we zijn weer met z'n allen thuis en volgens mij zie ik het busje van Benno. En om de vloer weer uit te poetsen. Ja. Oh ja. We zijn weer thuis, jongens. Hey, wat is op, Pip? Hey, wat is op, Pip? Er zit het busje van Benno weer. Hallo, wat is op, Pip? Oh, Lu, je steekt me af, jongen. Wat? Je steekt me af. Ja. We zijn er weer, kinderen. Hoppatee. En wat zeggen we dan, Lusjes? Thuis. We zijn weer? Thuis. Je past er nog precies in met je lange benen. Kijk dan. Mijn lange benen. Kom er maar uit, liefie. 1, 2. Op het moet je die even in de prullenbak doen? Nee, neem maar mee. Hallo, hoe is het, Pip? Hallo, schatjes.
Hallo liefjes. Mama, ja. Het is vandaag huiswerk van Engels. Oh. Omdat wij zitten, hebben wij een toets van Engels. Oh, wat goed jongen. Nou, welkom thuis jongens. Ja. Nou, daar zijn ze weer. Ze zijn er weer. Kus. Nou Winnie, ga maar lekker in de thuiswereld, want Benno is er met de boenmachine. Oeh. Om de vloer uit te winnen. Ga maar even kijken hoor. Ja, ga maar door. Oh nee, nu moet het Liesje met het karretje. Liesje is niet met het karretje. Doe maar niet met het karretje. Ik kan nog wel even hier. Oh, hij is nog daar. Hij is nog daar. Ja, we gaan in de tuin spelen. Dus laat de schoenen maar aan. Dus heb je geen witte sokken. Kom, gaan we eerst even de tassen weer op het aanrecht zetten. Dat doen we standaard als we thuis zijn. Hm? Ja, hey, wie hebben we daar weer? Kijk eens, Benno. Wat fijn dat hij weer is. En nou is hij eruit uitboenen. Poetsen. Ja. Kijk, zie je dat jongens? Dat is dat, die machine. Ja, die maakt hem helemaal mooi. Ondertussen zitten we lekker buiten op de trap. Want daar staan allemaal spullen. En daarachter hadden we de kussens al uitgehaald voor de regen. Maar op de trap zitten ze ook wel lekker. Ja. Dan hebben we lekker aardbeidjes erbij, limonade, snoepjes, wafeltjes. Zullen we het voor je openmaken? Ja. Dat is die van jou, Lucie. Kijk, de trap is ook handig. Er zit gewoon een hele lange tafel. Het wordt van zo'n warme dag. Toch wel warm, hè? Ja. Was het op schoolplein ook warm? Ja. In het begin had ik het heel koud. Is het op buis of gesloten? Had ik de kippenvel op mijn benen. Oh ja? Ja. Mama. Ja, nagels, dat is zo grappig. Want ik heb deze nagels, toen ik de kast aan het opruimen was, weer gevonden. Dat zijn opplaknagels, niet met lijm, maar met stickertjes. Dus ik dacht, ik zag twee pakjes liggen. Misschien vind ik het nog wel leuk om te doen. Kijk, hier kan het... Kun je mee spelen. Nep, nagels. Kusse busjes, zet maar neer. Lekker, jongen? Ja. Ja? Hij heeft een schouper. We hebben hier een hand. En dit is even de voorhand. Zo. Zes. Oh nee. Busjes. Kijk, busjes. Is het lekker, jongen? Ja? Lekkere aardbeidjes. Dit is ook gek op aardbeidjes, hè? Ik ook heel goed door. Ja? En ze is wel warm, hè? Op die... Deze kleur houdt ook echt warmte vast. Dus het is echt heel warm zo in de zon. Ja. Maar wel lekker. Mama, het is nog even extra dit. Dat hadden we niet verwacht. Is die lekker? Is die lekker, Liesjes? Ja? Oh, oh, meteen lange nagels. Maar pas deze wel op Luxie's haar duim. Ik denk het. Gaan we het gewoon? Ik probeer het. Dit zijn de kleine. Passen. Oh, ze zijn gewoon van die basic nagels. Ja. Even druk houden. Hier een aardbeidje. Nu al. Even zien. Ze hebben wel hele lange nagels. Hè? Of ze lang opblijven, dat is de vraag. Nee, het zijn gewoon even voor de fun. Oh, wow. Die dus af. En dan. Hier, plakkertje. Ja, kom maar. Ja, en dan deze. Stukjes. Deze zijn wel steviger als die speelgoednagels. Want die vallen er echt binnen 2 seconden weer af, hè, met een stickertje. Die heb je ook wel van die speelgoedplaknagels. Die is ook met een stickertje, maar deze sticker is wel iets plakkeriger. Kijk het verschil. Dit waren haar vingers voor en dit is met de nagels na. Gek is dat dan, hè, als je zo lange nagels hebt. Dat vind ik. Ja. En nou, Liesjes, kijk hoe we zo... Is je zo? Hey. Tadaa! Alle vingers zijn gedaan, jongens. Kijk dan wat tweede van Lixie. Nou, ja, ik ben best heel hoog en dikke. Dan heb je lange nagels voor je gezicht. Yep. Lixie, mag ik voelen? Tuurlijk. Voelt gek, zo. Hè? Die zit best wel stevig. Zit er best wel stevig, ja. Een goede plaknagels dit. En dan zonder lijm, hè, jongens. Nou, ze wil even kijken hoe het eruit ziet in de spiegel. Dus we doen even het klepje open. Kan je het zien? Wat vind je ervan? Heel leuk. Heel leuk. Ja, niet leuk? Heel lang. En heel lang, hè? Voelt gek, hè, Luxie?
Ja. Ik vind het wel mooi. Mama. Het staat wel heel leuk. Echt zo'n mini-mama ben je nou. Met je lange nagels. Dikke ASMR. Ja, ASMR van Luxie. Pietjes, kijk eens naar de vingers. Zie je dat? Wat is dat? Raak maar aan, Luxie. Raak maar aan. Dat zijn de nagels nu. En zo meteen? Zijn ze lang. Zijn ze lang. Huh? Of toch ik niet? Heb het er niet afgehaald. Of toch een beetje onhandig, nagels. Toch een beetje onhandig, hè, die lange nagels. Ja, als je een vuist wilt maken, kan je geen vuist nee. maken. Nee, dat is toch lastig. Je kan niet zo goed dingen pakken. Ja. Maar zo drink je dus, je beker. Mama. Ja? Goed, Cecil. Cecil is ook wel aan het plakken. Maar voor één dag. Voelt het gek? Het voelt mama. Niet normaal. Mama, nee? Zo pakken. Ja, maar, zo moet je pakken, maar, ja. Wil jij ook? Ja. Ja. Liesjes wil het ook, jongens. Hier in mijn nek zo. Met je ook zo. Oeh, mama, oeh, dat is echt lekker. Mama, Luxie, kun je het ook bij mij doen? Oeh, ja, dat is lekker. Liesjes ook. We moeten even wachten tot de volgende laklaag. Maar Benno, jij mag ook je nagels doen, hè? Ja, wil ik ja. Benno heeft toch een extra laklaagje die weer op gedaan. Ja, moet je kijken. Is op de vloer. Is dat perfect? Zo. Nou, 24 uur niet in de woonkamer en de keuken, hè? Nee. Er zit weer een nieuwe laklaag op. Want dan wordt hij toch nog weer mooi. Dus Benno knows best, hè? Eén pauze. Tada! De meiden hebben allebei lange nagels. Maar ik vind toch mijn eigen nagels mooier. Ik nee. Ik vind mijn nagels echt super vies. Ja? Ja. En hij valt er alweer af, jongens. Het is wel van korte duur. Dus het is wel een beetje een ja, plaklaagje wat niet heel goed plakt. Bij mij niet. Nee, zitten ze bij jou er nog op? Ja, eens kijken. Ja, oh ja. Mooi liefje. Nou, Luusjes is nog steeds lekker aan het voetballen daar. Ja, je kan het niet openmaken, Luusje. Heb je met plaknagels? Dan moet je eigenlijk echte lijm hebben. Dan kun je ze vast lijmen en dan blijven ze wel zitten. Maar dat doen we niet. Nee, niet voor altijd. Nou, de meubels die staan allemaal nog buiten. Dat blijft nog steeds buiten staan. Want Benno heeft alles binnen helemaal gedaan. Ik weet niet of Daniel... Nee, die heeft deze deur dicht gedaan. Want de kinderen mogen echt niet hier naar binnen toe. Dus ik kan het even vanaf de andere kant laten zien. Ga ik even door de slaapkamer naar binnen toe. Kijk, deze vloer hier gaat Benno ook nog doen. Een andere keer, niet nu. Maar deze vloer heeft allemaal dezelfde vloer. Zoals ook een... In de douche, allemaal zelf. Maar moet je kijken hoe faal die is geworden. Daar, zie je dat? Hier is die soep. En daar kan Ben ook allemaal weer mooi glad maken. Dit ja. ook? Ja, dit ook. Allemaal hetzelfde. Het is allemaal van hetzelfde. Die zitten weer af. Dat was van korte duur. Ja. Maar ik ben echt, misschien wel een half uur bezig met plakken. En het is binnen 5 minuten er weer af, jongens. Niet ja, echt een... Ik had het even gezien, maar het was niet echt fijn. Nee, het was niet echt jouw ding. Nee. Nee. Misschien nou. Kan je het zelf laten groeien, maar zulke dingen. En ze is nog, mijn vingers zijn net wat te klein. Nee, dan moet je gewoon je nagels laten groeien. Dan krijg je zelf ook mooie nagels. Goed. Dit gaat Benno nog doen, deze vloer. Hi. Is hij nu niet naartoe gekomen? Want hij heeft die kant helemaal overnieuw gedaan, want die was niet helemaal goed gegaan. Tot hier. Verder mag je niet lopen, tot dit streepje. Kijk, je kan het zien. Benno heeft het weer helemaal overnieuw gedaan, want het was echt... de strepen zaten erop. Mama, dus, Luan. Oké, ik ga jou weer terugpakken. Oh ja, de vloer is lava. Maar het is niet lava, de vloer is geolied. Nee! Ik zie jullie reactie ook, hè? Nee, maar je ruikt het ook, hè, jongens? Je ruikt heel erg nu die lak die er nu dus op zit. Nee, het is geen chloor, het is een vet. We stappen zo op de overheen. Ook deze kamer gaat Benno nog een keertje doen. Niet nu. Deze kamer willen we ook een metamorfose geven. En mama dacht ook van, ik wil die muur een keer verven. Ook en misschien naar ook die ene kleur, ja. Dat is nu wel leuk. Een Barbie girl. Een Barbie house. Gaan we dat doen? Ja. Ja, dat dacht ik misschien ook leuk. En ik wilde deze kast gaan gebruiken voor hieronder. En deze witte kast dan weg. Maar dan, omdat dat dan zwart is, wil ik die kast ook zwart schilderen. Nou ja, kortom. Oh ja, en hier een nieuwe bank ook. Want deze bank heb ik nou deze kleden overheen gelegd. Maar kijk, dit is op de onderkant. Dit is ook helemaal vies.
Het is niet meer helemaal netjes. Nee, maar dat is allemaal een project voor de komende tijd. Gaan we nu niet mee verder. Maar dat komt. Ja, mooi Benno. Beter zo, hè? Ja. Alles nog een nacht staan. Ja. Morgenochtend, als de kinderen op school zijn, gaan wij besteden de meubels hier opzetten. Ja, dat is goed. En ik ga er nu uit en ik haal pizza's op die eten op de slaapkamer. Ah, pizza. Dat is goed. Wil je geen pizza? Eet je geen pizza mee? Nee. Ik heb een afspraak op 7 uur bij mijn zoon en schoonmaak. Ah, oké. Okay. Oh ja, ja, oh ja. Drinken, ja. Ja, ja, leuk. Nou, we zien jullie niet komen. Nee, we stappen over het randje heen. Pizza op de slaapkamer. Pizza op de slaapkamer. Ook de honden niet, hè? Honden buiten. Dan kunnen we ook buiten eten, op de trap. Ja. Toch? Dat is ook wel lekker. Doe nog een lekkere zomerdag, jongens. Ja. Dat is best wel een lekkere dag vandaag. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel. Doe je het abonneren, klik op belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Bedankt, Bello. Bedankt, Bello. Ciao, hè.